Zojuist zijn alle optredens geweest. Alle 25 die vandaag hebben meegedaan, hebben een optreden gehad. De jury is het achter mij in beraad. Ik ga heel even stiekem vragen wat zij ervan vonden. Sorry, ik kom jullie heel even snel storen. We mogen niks weten. Nee, dus we gaan even alles bedekken wat we te bedekken hebben. Ik wil heel even snel bij Koen, als directeur van deze theater. Ben ik heel erg benieuwd wat jij van de dag vond. Ja, we hebben net heel lang zitten praten over ons grootste probleem. En dat is dat we zoveel verschillende elementen met elkaar moeten vergelijken. Je zet iemand van 7 jaar tegenover iemand van 21 jaar. En iemand die danst tegenover iemand die zingt. En dus als je alles in dezelfde categorie hebt, als alles zang zou zijn, en je zou één smalle leeftijdscategorie, is dat een stuk makkelijker. Dit is denk ik ons grootste probleem. Maar er zat wel weer heel veel talent tussen. Ja, dat klinkt als een dooddoener, maar het is echt zo. Ja, we hebben het gezien inderdaad, heel veel talent. Peter, jij was je juryvoorzitter. Ja. Heb jij nog iets wat je wel kwijt wil? Nee, ik sluit me wel aan bij wat Koen zegt. Het is heel lastig, omdat het zo divers is, hè, in leeftijd, maar ook in wat men brengt. Maar los van dat allemaal vind ik dat we met elkaar hier in Os een ontzettend fijne en mooie middag beleven. Als je dan ook ziet dat mensen zelfs vanuit IJsselstein naar Os komen om hierbij te zijn, om dit mee te mogen maken, los van of ze finalist zijn, hè, en alle andere randzaken, randvoorwaarden, vind ik dat gewoon wel, ja, een chapeau voor ons allemaal. Ik vind dat iedereen hier weer zijn schouders eronder zet en heerlijk om hier te zijn. Mooi. En als laatste zit daar Hester Visser. Hester, jij bent natuurlijk zelf artieste. Ja. En jij weet als geen ander hoe het is om op een podium te staan, ja, of om zenuwachtig te zijn. Ja, ook. Wat vond jij ervan? Ja, ontzettend knap. Nou ja, één ding wat ik bijvoorbeeld heel mooi vond was, ik weet de naam even niet meer uit mijn hoofd, maar zij zat bijvoorbeeld achter de piano en ze wist het even niet meer, maar ze pakte zich op en ging door. Dat is zo knap. Ja, daar heb ik echt bewondering voor. Want op dat moment gaat je hoofd blank, weet je even niks meer. En ze pakte zich terug en ja, dat vind ik, dat is al een begin van als je dat al kunt. En dan ben je, ze was 14 geloof ik. Och, ga door. Ja. Zo knap. Ja, dus. Ja. Top, dankjewel. Ik ga jullie niet langer ophouden. Succes. En we gaan het horen. Jij bent de moeder van Jelle, hè? Ja. Ja, ik ben helemaal trots. Wat vond je ervan? Ja, geweldig natuurlijk. Ja, maar ik kijk door een roze bril, denk ik. Maar hij deed zijn optreden hartstikke goed. Deed er iemand mee die je kent? Ja, mijn nichtje. Mijn nichtje Aileen. Ja, we zijn even in kippenvel momentje, ja. Ja, even eventjes traantjes wegpikken, ja. Ja. Ik vond het verbluffend. Echt zoveel talent en ik wist helemaal niet wat ik ervan moest verwachten. En heel leuk dat er ook variatie in zit. Dat goochelen vond ik zo leuk om te zien en ook heel verbazend, want ik snapte het echt niet. Maar ik vond het heel leuk, ja. Hoe ging het voor jou? Goed. Ik hoop dat ik doorga. Ja, dat was wel heel schattig om te zien. Want jij doet wel vaker optreden, toch? Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Een Telekids Musical School, daar zit ik ook nog op. Pinocchio, ik ga ook dit jaar met mijn opa de Sprookjesplokkelaar doen. En dit jaar ook 10 in de lucht. Leuk hoor. En nu is het even afwachten voor die finale. Mm-hmm. Spannend hoor. Ik hoop dat ik doorga. Want Zwaar Bestaan is ook wel een leuk liedje, maar ik heb voor de finale eigenlijk het leukste liedje. Wat is het liedje dan? Een Pinocchio uit de Efteling. Ook al ben ik dan van Nautica van dansen. Spannend hoor. Nou, we gaan het even afwachten. Ja. Nog even in de spanning zitten, hè? Ja. Succes. Light the legend of the Phoenix. Oh. Het is zwaar bestaan voor ons. Het is zwaar bestaan voor ons. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag dan bij jou. Leef in een wereld met veel geluk. Ik dacht met jou ook iets te delen.
kus me, je sus me, omhels me, gerus me. Make it work, make it easy, make it clear. Applaus voor alle kandidaten hier vandaag. Ja, de jury die heeft overlegd, de stemmen zijn geteld. Peter, het woord is aan jou. Jij gaat de top 5 bekendmaken. Ja, als jullie al kijken hier meteen wat je hier aan het prachtig menselijk kapitaal en talent ziet, dan kunnen jullie ook een beetje voorstellen hoe het is voor ons om al deze mensen te beoordelen. En beoordelen is altijd een beetje zo'n vies woord, want dan ga je kijken naar hoe iemand het doet. Wij hebben uiteindelijk toch gewoon gekeken naar wat onze opdracht was. Kijken naar aankleding, uitstraling, verstaanbaarheid, contact met de zaal. Al die disciplines hebben we meegenomen. We hebben niet gelet op fouten, want fouten bestaan eigenlijk niet. Zeker niet op een dag als vandaag. En ik begrijp wel, als het een voorstelling is, dan zijn fouten niet gepermitteerd. Moet het allemaal smooth lopen, hè? Dan moet het allemaal doorgaan. Maar bij dit soort gelegenheden bestaan geen fouten. Ik zeg het bewust, omdat we straks bij de piano, dat is helemaal niet erg. Dat hebben wij dus ook niet beoordeeld. Dan zal ik jullie niet langer in spanning houden. Ik ga heel bescheiden, maar ik hoop wel dat ik het dan kan lezen. Ga ik jullie vertellen welke 5 finalisten wij dadelijk na de gastoptredens terug gaan zien. Ik heb ze hier op het lijstje omcirkeld. En Eva, waar sta je? Oh ja, Eva Gullen. Eva Gullen. Zegt de achternaam erbij. Eva, stap eens even naar voren. Bescheiden als je bent. Bij jou hadden wij echt de optelsom van al die disciplines. Je hebt het goed gedaan. En we zien jou graag terug in de finale. Blijf even staan. Ga maar naar voren. Amber, waar ben je? Amber Elbersen. Ja, ook jou zien we heel graag terug in de finale. Imme op het veld. Imme, waar ben je? Ja, ga erbij staan. Voor jou ook de finale plek. Aylin. Ja, ook voor jou. En dan hebben we er nog 1. En dat is natuurlijk heel spannend, want wie zal de laatste zijn? Wie is plek nummer 5 in deze finale van Guts & Glory vandaag hier in Os? En dat is Guusje. Gefeliciteerd. En we gaan straks weten wie er met de prachtige prijzen naar huis gaat. Dat weten we nog niet. Ik ga het woord weer geven aan Fayen. Jullie namens de jury onwijs bedankt. En lekker doorgaan, hè? Alsjeblieft. Zullen we de finalisten er maar even bij halen? Ja. Lieve allemaal, kom! Ja, dan ga ik ook gewoon meteen maar het woord aan jou geven. Want jullie hebben het gedaan. Dankjewel, Fayen. Ja, kijk maar gewoon naar het publiek, jullie. Och, jullie zijn ook een beetje gaan staan als de familie van Trap, zie ik. Dat is wel mooi. Maar ik denk dat het een staande ovatie wordt. Niet alleen voor jullie, ook voor jij, voor de gastheer, voor de techniek, voor alle andere kandidaten. Dames en heren, mogen even een applaus, maar vooral even voor deze dag. Gefeliciteerd met deze plek.
Maar hier gaat het over. Hier staat hij, de Guts and Glory trofee. Nou, pokaal is niet helemaal. Powered by the Liverkamp, winnaar editie 2017. Nou heb ik een stift meegekregen en ik mag hier zometeen de naam keurig in gaan vullen. Ik zou het wel leuk vinden, juryleden, dat we zometeen vertellen wie de winnares is in dit geval. En dat wij allemaal een letter doen. Dan hebben ze zeg maar onze handtekening gezamenlijk. Vind je dat goed? Ik moet even denken, zijn er zoveel letters te vergeven? Gaan we even kijken hoor, hoeveel letters hebben we? Het doet alleen maar om de standen om te vieren. Ja. Ik heb een scheurtje gemaakt. Nee, ik ga het niet doen. Ik ga het jullie gewoon bekend maken. Ik heb een scheurtje gezet daar bij degene die de winnaar is. Jullie hebben echt stuk voor stuk ontzettend goed gezien. Wat nogmaals, wat een theaterbeest is. Maar vandaag kan er maar eentje zijn die natuurlijk met de bokaal en met de voucher naar huis gaat. En ja. Even naar het publiek kijken. Ja. Ik zit even te kijken, hoe kunnen we nou, hoe zou we dat, mag ik even door? Heel even, sorry ja. Maar, dankjewel. Gefeliciteerd. Aileen. Wat je nog nodig hebt om je nog verder te ontwikkelen. Maar het talent is er. En ik hoop dat dit je op weg gaat. Ja, ja? Dankjewel. Nou, dit was een ik kan wel zeggen, een heel groot succes voor een eerste editie. Hè? Dat is altijd zoeken, maar dat was het niet. De organisatie stond, maar vooral de kandidaat was echt geweldig. Het was een fantastisch evenement, een goede eerste editie. Veel kwaliteit. En wat ik het mooiste vond, Koen, is, en dat heb ik nog met niemand kunnen delen, dat doe ik graag nu met jou, dat is achter de schermen. Heerste er geen enkele concurrentie. Iedereen was blij voor elkaar als men op een goede manier de zaal weer verliet. Een goede performance had gedaan. Nou, dat was ook te zien na afloop, hè? Dat ze allemaal met elkaar op de foto gingen en allemaal selfies maken. Ja. Dus dit smaakt absoluut naar meer. Dit gaan we herhalen, dit gaan we verder uitbouwen. En volgens mij wordt het heel groot. Ja. Editie 2 is in mijn hoofd al in de maak. Ja, heel goed. Gaat goed komen. Heel goed, doen we. Dankjewel.